welkom bij de eerste online workout van Reggeborg. Ik ben Michelle de Jong. En ik ben Femke Kok. En we hebben een paar simpele workouts voor jullie om mee te doen. We beginnen eerst met een warming-up om de spieren een beetje los te maken. Oké, we beginnen met een paar jumping jacks om lekker even de hartslag omhoog te krijgen en lekker warm te worden. En dan doen we dat ongeveer een halve minuut. Let goed op je ademhaling. Gaan we een paar lunges doen, zodat je wat meer spanning op je benen krijgt en zodat het een beetje los wordt. We doen er 10 per been. En probeer als je wisselt goed je balans vast te houden. Je kan ook naar één punt op de grond kijken, dan is de balans misschien wat beter. We hebben een oefening om even lekker de schouders en armen los te maken. Dan doen we deze en je zwaait zeg maar de een naar voren en je andere arm naar achter. En dan kom je weer boven samen. Op deze manier, die doen we 30 seconden. Dus daar kun je ook wisselen. En probeer goed rechtop te staan. Ja, bij deze oefening ga je gewoon lekker op je rug liggen. Je spreidt je armen opzij, je tilt je benen op en je gaat naar de zijkant. Zodat je lekker los wordt in je onderrug. En dit herhaal je gewoon 15 keer. Neem er goed de tijd voor. Probeer goed je been omhoog te trekken ook. Nou, nu gaan we de heupen een beetje oprekken. Zorg ervoor dat je rug recht is en dat je knie goed naar je borst trekt. Dan voel je heel veel rek op je grote bilspier en dan word je lekker soepel in je heupen. Bij deze oefening ga je ene been naar voren trekken, zodat je goed je heup op spanning brengt, dat je de voet in gaat trekken. Dus je doet eigenlijk je heup naar voren.
En als het te makkelijk gaat, kun je ook je arm naar beneden brengen, zodat je nog een beetje je knie naar buiten kan duwen en nog meer rek geeft. En bij de andere kant doe je hetzelfde. Je kan hem ook een beetje dynamisch maken door een beetje naar voren en naar achter te gaan. Nou, nu gaan we de hamstrings optrekken. Zorg ervoor dat je je ene been tegen je ene voet tegen de bovenbeen aanduwt. En dan probeer je naar voren te buigen, zodat je veel rek creëert op de achterkant van je been en dus je hamstring. En dit houden we ook ongeveer 10 of 20 seconden vast. En je kan een beetje dippen, zodat je er wat verder doorheen gaat. En dan hou je het nog een keer 20 seconden vast. Voor deze oefening gaan we het bovenbeen rekken, dus je vouwt je been dubbel, die leg je gewoon op de grond neer. Je gaat een beetje achterover hangen en die hou je 20 seconden vast. En al deze oefeningen doen we om gewoon tussen het werken door even lekker soepel te worden. Alle spieren weer even op rek, zodat je weer soepel kan beginnen aan de tweede helft. Gewoon mooi veel spanning op je bovenbeen. We hebben mooi de voor- en achterkant van de benen gerekt. Wij hopen dat jullie het een leuke workout vonden. En laat even weten wat jullie ervan vonden. Like en subscribe even op het YouTube kanaal van Schaatsteam Reggeborg. En laat maar een groen hartje achter in de comments.